Stichting Mahuka zet zich in tegen armoede. Ik ga in gesprek met de voorzitter van de stichting, Jan Zwart. Mahuka heeft eigenlijk twee kernwoorden. Bestrijden van armoede en bestrijden van sociale isolement. Mahuka is verantwoordelijk voor de voedselbank in Ondiep. Jammer genoeg dan niet meer in dit pand zit, maar op de Tweede Daalse Dijk op zaterdag met uitgeven. We hebben de kledingbank, we hebben de Super Ondiep. En Super Ondiep is eigenlijk opgezet om armoede te bestrijden van mensen die net niet in aanmerking komen voor die voedselbank. Je zou maar net een paar tientjes boven de norm komen en dan word je geweigerd bij de voedselbank, maar je hebt nog net zoveel honger. En daarom is op een gegeven moment Super Ondiep gedaan. Zie je het eigenlijk een beetje als UPAS mensen. Hoewel dat niet helemaal juist is en we ons daar niet helemaal strikt aan helpen. Waar we kunnen helpen, helpen we. En we hebben de buurtactiviteiten. En de meest leuke dingen wat we eigenlijk willen hebben. We willen zo graag een groot buurthuis worden. En dan moet je denken aan bingo, aan kaarten en dergelijke. Waar de ouderen uit de wijk, maar ook uit de omliggende wijken, graag gebruik van maken. Wat is jouw motivatie om als vrijwilligste hier rond te lopen? Het leek me wel heel erg leuk. Thuis verveel ik me eigenlijk wel. En ik ken de stichting eigenlijk al heel lang. En ik vind het wel leuk. Je komt in contact met de klanten. En leuke collega's. Na 2,5 jaar thuis te hebben gezeten in verband met een burn-out, leek het me gewoon leuk om weer wat te gaan doen. En door een kennis van mij die hier ook loopt. En die vroeg of ik hierbij wou komen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Van 2 dagen naar 6 dagen. En ja, de mensen helpen omdat je zelf minima bent. Ja, dit is gewoon leuk om te doen. En je bent tenminste de hele dag lekker bezig. Hoe ziet u de ontwikkeling van de armoede in Ondiep? Ondiep is de laatste jaren heel veel verbeterd. We hebben heel veel gerenoveerde woningen gekregen. We hebben nieuwe mensen. Ook de klacht die de oude Ondieper heeft van mijn eigen mensen zijn wat minder. Er zijn veel tweeverdieners gekomen. Gezinnen met kindertjes. Dus de Ondiep in armoede is niet zo makkelijk te zeggen. Ik denk dat we dat gewoon op het landelijk gemiddelde moeten bekijken. En dan zit er jammer genoeg nog steeds op 12% van de bevolking die onder de armoedegrens leeft. Maar als je naar de voedselbank van Ondiep kijkt, dat is voor ons, wij zijn de grootste in de stad. Dan zou je kunnen concluderen, Ondiep is een nare wijk, is een wijk met armoede. Dat is absoluut niet waar. De reden waarom wij groter zijn, is wij geven op zaterdag uit. En u moet zich voorstellen dat u normaal in het werkzaam leven zit. Dan kan je niet iedere donderdagmiddag om 2 uur aan je baas vragen, mag ik even mijn voedselpakket gaan halen. Al die mensen van heel Utrecht kunnen bij ons terecht. Vandaar dat we ook meer hebben. Gaan we naar de echte Ondiepers kijken, dan zit armoedebestrijding in Ondiep is noodzakelijk. Maar is niet absurd groter dan in andere delen van Nederland. Wat heel belangrijk is, je hebt vrijwilligers nodig. En als we de kledingbank als voorbeeld nemen, we hebben kleding genoeg om de mensen te helpen. Maar we geven maar 3 dagen kleding uit, omdat we een groot gebrek hebben aan vrijwilligers. En zo blijven we gewoon steeds meer zoeken naar leuke dingen. En wij vermaken ons nog steeds en we gaan proberen om die mensen ook wat vermaak te brengen. Wat doet het met je om mensen op deze manier te helpen? Het doet me wel goed. En het mooie is, je weet natuurlijk, omdat ik zelf in de situatie zit, mezelf minima. Dus je weet hoe de mensen zijn. En dat is wel mooi dat je dan toch die mensen zo kan helpen eigenlijk. Met mijn collega's samen is het gewoon supergezellig. En is het echt dankbaar werk als je ook ziet dat mensen gewoon blij de deur uitlopen. Met een klein beetje boodschappen waar ze normaal gesproken gewoon echt veel te veel geld voor moeten betalen.